Richard Rademaker, weer op de volleybalvelden. Goed om je weer terug te zien. Hoe is het om weer te spelen nu? Nou, niet anders dan daarvoor eigenlijk. Het is wel een andere insteek natuurlijk, omdat je halverwege het seizoen binnenkomt. Qua trainingsuur is het wel anders. Geen voorbereiding gehad, maar wel meteen wedstrijden spelen waar het erom gaat. Dus dat is het enige wat aanpassen is. Maar het spelen zelf is gewoon exact hetzelfde. Je bent als amateur bij Dynamo bij de selectie gekomen. Je traint twee keer mee. Zegt dat ook iets over de staat waarin de Eredivisie zich op dit moment bevindt? Nee, want dat zou zeggen dat ik als het ware het voorbeeld geef van wat de rest in de A-League doet. Dat is niet waar. Er zijn zat teams die meer trainingsuren maken dan dat ik doe. De jongens bij Dynamo natuurlijk ook. Wat wel zo is, maar daar heeft de sport in zijn algemene zin problemen. Is dat er op dit moment gewoon financieel voor mensen die een diploma hebben gehaald en ook weer een keertje aan het werk moeten, dat er weinig faciliteiten voor zijn. Maar dat is niet alleen het volleybal, dat is gewoon alle takken van sport. Je komt er uiteindelijk bij Dynamo terecht. Hoe is dat gegaan? Goh. Ja, ik heb voor de kerst heb ik wat meegetraind al. En dat is ontstaan omdat ik trainer gaf bij Nesselanden. Mark Roper, de assistentcoach van Red Bad, die is ook trainer bij Cito. Nou, wij kwamen elkaar tegen in de competitie. En toen zei hij van, joh, als je wilt trainen omdat je het gewoon nog leuk vindt, dan kan je altijd bij ons terecht. We hebben plekken zat om mee te trainen. Nou, op een gegeven moment gingen weer wat spelen van wel of niet volleyballen, ook in het buitenland. Dus toen heb ik gebeld, kan ik meetrainen, zodat ik in ieder geval weer fit word. Zei ze, joh, gezellig. Nou, toen uiteindelijk buitenland niet doorging, zei ze van, nou, kom dan hier ballen, lijkt ons leuk. Nou, op die manier is het ontstaan. En dat is nu, wat is het, iets van 14 januari, we speelden dat. Ja. Zo kom je dan bij Dynamo terecht. Dan speel je gewoon weer mee in zo'n A-League wedstrijd tegen Zwolle. En dan wint Dynamo ook weer. Weer met 3-0. Eigenlijk best gemakkelijk. Ja, nou, dat klopt. Wat dat betreft zit het team zit in de lift. Dat heeft niet zoveel te maken met dat ik erbij zit. Maar het feit dat je gewoon als groep lekker speelt. En daarvoor zaten ze wat zwaar, maar ja, ook veel blessures gehad. Nou, die jongens die gaan allemaal weer een beetje spelen. Dus wat meer man op de training. Ja, nou, dat maakt het lekker makkelijk voor iedereen. Ik zeg met name gemakkelijk, omdat jullie eigenlijk soeverein speelden. Wel redelijk gelijk op tot aan de 20, zeker 2 sets. En daarna maak je gewoon het verschil. Ja. Nou, kijk, wat het vandaag was, denk ik. We hebben afgesproken om gewoon ons eigen spel op orde te brengen. Dat we daar veel aan moeten werken, structuur. Dat is eigenlijk niet goed gelukt. Dat hebben we slecht gedaan. Maar we hebben genoeg over om dan aan het eind van de set wel te zeggen van, het is nou wel klaar, structuur of geen structuur, winnen. Nou, en dat konden we elke keer aan het eind van de set konden we dat prima doen. En de derde set eigenlijk de hele set. Denk je dat Dynamo nog een rol van betekenis kan gaan spelen dit seizoen? Als ik met name kijk naar wat er hier een paar kilometer verderop gebeurt in Doetinchem. Orion is tot nu toe oppermachtig. Ja, oppermachtig. Ja. Ze staan ruim bovenaan en ze wonnen vorige week ook met 3-1 van jullie. Nou ja, ze staan ruim bovenaan. En volgens mij is Lycurgus vorig jaar ruim bovenaan geëindigd. En is in de halve finale uitgegaan. Dynamo tweede halve finale eruit. Volgens mij is de laatste 2 of 3 jaar is de nummer 1 in de competitie. Niet eens in de finale van de play-offs geweest. Ja, heel eerlijk gezegd, de competitie is leuk en aardig. En ik vind het heel erg fijn voor ze dat ze bovenaan staan. Maar ik denk dat ze toch moeten oppassen voor wat er hier gebeurt. Voor hun een paar kilometer verderop. Er is nog niks beslist. Nou ja, als er iets beslist is, is het in ons voordeel en niet in hun voordeel. Ik zag je net met de supporters van Zwolle staan praten. We vroegen nog, hey, hoe lang is het geleden dat je daar speelt? Maar dat is al heel lang geleden, maar ze zijn je nog niet vergeten. Nee, dat is echt leuk. Ja, 7 jaar geleden heb ik daar voor het laatst gespeeld. Ja, en de supporters in Zwolle zijn wel altijd heel erg vriendelijk en sociaal. Dus daar maak je altijd een praatje mee, enorm leuk. En het was altijd gezellig, ook na de wedstrijd. Gewoon de tijd als je uit de douche komt en ze zitten nog in de kantine. Gezellig kletsen. En ik kreeg altijd snoepjes. En die krijg ik 7 jaar later, of wat is het? Ja, 7 jaar later krijg ik nog steeds snoepjes naar de wedstrijd. Dus ja, gezellig. Je hebt ze nu weer, hè? Ik heb ze nu weer. Ze zitten in mijn broek, omdat het in beeld is natuurlijk wat lastig. Ik wil ze wel laten zien, hoor. Want ze zijn erg chemisch, dus voor het gebit is het niet goed. Maar hartstikke bedankt weer voor de haaien. Ja.